something that's to be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. We zijn 3 jaar bezig, maar ik vind het dat het eigenlijk nu pas begint. Dat vind ik een beetje merkwaardig eraan. Wij zijn 3 jaar bezig, maar eigenlijk zou je zeggen, ja, nu zijn we gewoon klaar. En nu gaan we nog 10 projecten doen en dan kunnen we gewoon veel meer Amsterdammers bereiken om het ook voor elkaar te krijgen. Ik zou dat dus heel normaal vinden, maar dat is er dus niet. We hebben ook een keer uitgerekend in de andere sessie dat eigenlijk ieder Amsterdammer 1 paneel zou moeten hebben om zo meteen aan de eisen te voldoen die we onszelf gesteld hebben. Het zou eigenlijk 3 moeten zijn als je natuurlijk echt een stap wil maken. Want ieder Amsterdammer moet 1 paneel hebben. Ja, er zijn heel veel mensen, heel veel leuke mensen en mensen die geïnteresseerd zijn in duurzame energie, die doen mee. Maar ik vind dat er nog veel te weinig zijn. Ik vraag me toch af hoe we nou verder gaan. Eigenlijk wat wij doen, we hebben natuurlijk iedereen gevraagd om te investeren, is dat wij het ook heel transparant hebben gemaakt van dit wekken we op en dit krijg je ervoor terug. Dus eigenlijk maken we daarmee een directe relatie met het zonne-energie opwekken. En het geld van de investering terugverdienen. En dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder. Je hebt 4 panelen op het dak liggen van de Praxis. Ja, klopt. Wat verdien je daaraan? Ik heb nog geen flauw idee. Ik heb alleen maar betaald. Maar wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat ik iets speel met wat ik nu aan elektriciteitsgebruik heb. Ja, ik zit in de gemeenteraad. Wat ik heel erg leuk vind, soms vragen mensen mij, wat moet je nou doen in de gemeenteraad aan duurzaamheid? Want dat zijn toch dingen die je gewoon op internationaal niveau moet aanpakken. Maar dan denk ik zelf altijd, hoe hoger je komt op overheidsniveau, hoe vaker het gaat over problemen. Als je ook kijkt wat er op de agenda staat in Parijs voor de VN-onderhandelingen, alleen maar problemen. Naar beneden halen van CO2-uitstoot, tegengaan van zeespiegelstijging, de lasten van klimaatadaptatie goed verdelen. Hoe dichterbij het niveau, zoals bijvoorbeeld gemeente, heb je het alleen maar over oplossingen? Ik ben Johan Beijert van Zon & Co. Wij zijn inderdaad het bedrijf wat de eer heeft mogen hebben om het project uit te voeren. 352 zonnepanelen in 2 weken met behoorlijke aanlooptijd als voorbereiding. Zon & Co. is een Amsterdams bedrijf dat sinds 2008 zich uitsluitend bezighoudt met het uitvoeren van technisch hoogstaande mooie zonnepaneelinstallaties die zeg maar, het hoogste rendement geven voor de klant. Wij onderscheiden zich ons raad in om zeg maar, de beste oplossing te bedenken met de meest duurzame spullen. U heeft 4 van die platen gekocht, maar nou heb ik ook gehoord dat maar 3% van de energie die wordt opgewekt uiteindelijk dit gebied zal instromen. Maar ik weet niet of dat klopt. Kijk, dat interesseert mij. Mij interesseert het op zich genomen niet welk deel van de energie hier naartoe gaat. Kijk, ik zeg alleen maar dit. Ik ben blij dat een deel van de totale energie die wij in Nederland verbruiken, dat die van onze zonnepanelen komt. Kijk, de energie is zoiets abstracts. Of die energie nu door mij gebruikt wordt of verderop. Kijk, de stroom die uit mijn stopcontact komt, die verschilt niet wezenlijk van de stroom die uit het stopcontact bij iemand in Genemuiden komt, om er wat te noemen. Dus dat maakt me niet uit. Ja, als je het hebt over de oplossingen voor duurzaamheid, dan gaat het echt om dingen als een zonnepaneel op een dak. Het scheiden van afval in de straat of het isoleren van een woonblok. Dus juist die oplossingen zijn ontzettend decentraal. En die moeten echt, zo zie ik het, niet op internationaal niveau besloten worden, maar juist uit de steden, uit de wijken getrokken worden. En ik denk dat ook in het verleden altijd het verschil heeft gemaakt. Nou, stond daar zojuist een laptop met een uitlezing van de capaciteit die wordt opgewekt en de verdienmodel. Maar er liggen panelen op een dak van een Praxis. Daar gaat een draadje ergens naartoe dat verzamelt die energie. Maar het is niet zo dat het in huishoudens hier in de buurt, het GWL-terrein, terechtkomt of in de staatsliedenbuurt. Nee, klopt. Dat is ook wel een lastig verhaal altijd voor mensen om te snappen. Stroom kan je natuurlijk niet zien, dus zou je het eigenlijk moeten markeren wat gebeurt er met die stroom, die gaat net in.
Wat we zien, we hebben twee tabellen. Eentje waar je kunt opwekken. We hebben ook één tabel, die delen we met de praxis. En dan zie je dat praxis op een zonnige dag gewoon eigenlijk alle opgewekte energie verbruikt. Dan zie je toch dat het in de wijk blijft. Dat is natuurlijk heel goed al. Dat je dat al kan zien, dat is al een stap vooruit. Ik vond het heel gaaf dat Noortje er zoveel moeite had gedaan. Want het is wel wat dat betreft de hele opzet van het project. Het is wel een van de eerste in Nederland die het zo op deze manier doet. Dus dat vond ik belangrijk. Dat we dan echt vooruit lopen op wat hopelijk iedereen nu gaat doen. Hè, wat Noortje ook al zei. Dus eigenlijk was dat eigenlijk meer mijn motivatie. Van ik wil dan onderdeel zijn van dat team. Ook in Amsterdam willen we ook echt voorop lopen. De regering wil pas klimaatneutraal bouwen vanaf 2020. In Amsterdam gaan we daar nu al mee beginnen. De provincie die wil in 2020 een bepaald aantal windmolens bouwen. In Amsterdam hebben we al genoeg aangevraagd op dit moment voor heel Noord-Holland. En ook op het gebied van, ze hopen dat ze het krijgen overigens, maar... en ook op het gebied van zonne-energie willen we in Amsterdam heel erg veel doen. We lopen ook in Amsterdam ontzettend achter als je kijkt naar zonnepanelen voor huishoudens. We hebben in absoluut getal best wel veel zonne-energie, maar dat komt ook, we hebben ook de meeste daken, zijn de grootste stad, dus dat is niet zo moeilijk. Ja, ik was op zoek naar een manier om zonnepanelen te kunnen realiseren, omdat ik wil bijdragen aan een duurzame energievoorziening. En ik heb een huurwoning, dus dat valt nog niet mee. En toen had ik eerst gekeken, toen kwam ik uit op dit project dat in het lokaal was. Ik kijk naar het grotere plaatje, dat het toch weer meer duurzame energie is in Nederland. Het gaat niet zozeer om mijn huis. Ik woon ook in een woning met 4 verdiepingen, in ieder geval. Ik heb zelfs tekort panelen om alleen mijn stroom te leveren. En dan had ik 8 moeten nemen. Maar ik vind het wel... Ja, dat ik een beetje telt. Op deze manier kan ik toch een bijdrage van leveren. Ja. Maar de stroom die gaat dus niet over een aparte aansluiting, maar over de aansluiting van de praxis. Dus, en we hebben al hele mooie grafiekjes gezien dat zodra de praxis opstart, wakker wordt, stroom gaat verbruiken, dat de energie van de zonnepanelen daar heel mooi eigenlijk in meegaat. Zeg maar, als de zon opkomt, dan rond die tijd, dan wordt de praxis ook wakker. Dan zie je dat het lokale net ontlast wordt en eigenlijk heel veel voordeel heeft. En op mooiere dagen dan wordt er veel meer stroom opgewekt door de installatie dan dat de praxis afneemt. Dus dan wordt in theorie dit café verlicht door jullie zonnepanelen. Maar er zijn particulieren die zijn ingestapt en die verdienen die inleg terug naar 8-12 jaar. Ja, klopt. Maar dat is dus een investering die niet iedereen wil maken, denk ik, want dat duurt te lang in hun beleving. Sommige mensen denken dat ze 100 worden, dat worden ze ook. Maar volgens mij hebben wij geen leden van boven de 70. Dus eigenlijk vind ik ze nog relatief jong. Dus wel, ik denk dat we 10 jaar gedaan hebben, misschien wordt het 12 jaar. Ik kan ze ook nog, je aandelen kan je ook nog laten vererven. Dus dan kan je ze doorgeven. Dus ze blijven van waarde, je kan ze verkopen. Dus in die zin is daar eigenlijk maar een heel beperkt risico aan. Ik vind het risico, hebben we eigenlijk al helemaal in stad gewoon afgedekt. Dus sommige mensen kijken niet zo ver, maar ik denk dat het een goede investering is. Voor mij had dit project zijn echt twee dingen van belang. Het was dus lokaal met de buurt, vond ik heel leuk. Ik neem niet af van een windmolen in Delfzijl. Nee, het is voor mij in de buurt, dat vind ik erg, maakt het voor mij echt leuk. Dus het gaat ook om sociaal, niet alleen om milieu. En ja, toch een soort van gevoel van verantwoordelijkheid dat ik ook iets moet doen. En dan... Wat anders? Ik hou niet van het angstbeeld van dat we overstromingen krijgen in de wereld, maar ik heb wel het gevoel van die CO2 heeft ook in de lucht gezeten. Die is via steenkool en olie zit die in de grond. En het heeft geen enkel zin om dat allemaal eruit te halen. En op die manier kijk ik ernaar. En wanneer heb je die plaatjes terugverdiend? Dat zal wel even duren, ik weet het niet precies. Spreek je over 12 jaar. Ja, precies. Maar we hebben heel weinig adressen die zelf zonne-energie hebben. En dat is nou juist zo ontzettend relevant, want het is ook heel veel onderzoek wijst uit dat het
heel fijn is als je zelf iets kan bijdragen en zelf iets kan doen. Dus dat het autonoom zonnepanelen kan afnemen. En dat heb jij en jullie gefaciliteerd. En dat vind ik echt goed. En ik ga het echt aan iedereen vertellen wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Voor het afsluit wil ik nog wel even zeggen dat we het niet vaak meemaken. Dat mensen een team hebben dat zoveel moed, doorzettingsvermogen en ja, daadkracht heeft als een team van Noortje. We hebben echt letterlijk gezien hoe ze door de diepste dalen en door de meest onzinnige regeltjes die we maar kunnen bedenken in Nederland naar beneden getrapt werden. En dat je dan toch doet, het is eigenlijk gewoon ja, topsport, vind ik. Ja, dat het toch gewoon gelukt is. Het moet van onderop komen. Dus ik zou zeggen, power to the people. En op naar de volgende. En kijk, maar het aardige van dit soort van wat we hier doen is dat een aantal bewoners hier uit de wijk zoiets doen. Dat het van de buurtbewoners uitgaat die met z'n allen eigenlijk een aantal zonnepanelen komen die ze wellicht op hun eigen dak niet kunnen zetten. Maar die daarmee eigenlijk gewoon wel een mogelijkheid met elkaar gecreëerd hebben om ook zonne-energie op te wekken met elkaar. Dus niet fossiele, middels niet fossiele brandstof, zelf hun eigen brandstoffen eigenlijk te krijgen. Kijk, en dat heeft ook een ander voordeel. Het kan ook iets van sociale cohesie geven in een buurt, omdat je met z'n allen zoiets doet. We zijn hier getuigen van een nieuwe industriële revolutie. Ja, nou ja, de volgende industriële revolutie. Ja. Nou, we zijn getuigen van ja, wat dan disruptive technology heet. En dat disruptive technology wordt door de gevestigde orde altijd onderschat. Het bekendste voorbeeld is Kodak. Kodak had digitale fotografie in huis. Maar ja, ze verdienden zo lekker geld met fotorolletjes. Hè? Dat was iedere keer dat jij die camera indrukte, was het cash voor Kodak. En die dacht, ja, leuk die nieuwe technologie, maar hoe moeten we daar in godsnaam geld mee verdienen? Nou ja, hebben ze niet gedaan, iemand anders heeft het gedaan en Kodak ging failliet. Nou ja, daar waarschuw ik Shell nu voor. Het is gewoon duidelijk waar het heen gaat, het is duidelijk waar het heen moet. Stap nou alsjeblieft in en help het versnellen in plaats van nog tientallen jaren af te remmen. Jij zei net in je inauguratiespeech of bedankspeech dat je het nog te marginaal vindt. Je hoopt dat meer mensen zullen instappen, dit zullen begrijpen en zullen meedoen. Hoe komt het dat men nog zo huiverig of een voorbehoud heeft? Nou ja, je ziet dat hier mensen dat echt voor voorlopers zijn. Het zijn allemaal hoger opgeleide, groen georiënteerde mensen. En ja, die doen mee. Dus blijkbaar is het toch wel een ingewikkeld verhaal. Ik ben zelf ook een beetje techneut. Ik heb ook in Delft gestudeerd. Dus ja, dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Ik denk dat het een goed verhaal is voor iedereen. Maar het is misschien nog te ingewikkeld voor de burger om dat te snappen. En dat wil ik niet. Ja, dat klinkt een beetje technocratisch misschien. Maar ik ben voor iedere Amsterdammer één paneel of meer. Wat zei Edison ook alweer? Oh ja, Edison heeft het al voorzien. Toen was er al een soort technologie om zon om te zetten in elektriciteit. En Edison die zei al, ik ken de quote niet uit mijn hoofd, maar I would put my money on solar. And the curse it is cast. The slowest one now will later be fast. As the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. For the time.